Het meest gunstige traject. Laten we even van het positieve uitgaan. Ik zat hier met Ali Doersel net ook te praten. Zeg, we gaan alleen maar van het positieve uit. Hoe zou het er dan uit gaan zien? Nou, dat ik in december goed nieuws krijg. Dat activiteit weg is. En dan is het een jaar lang om de 3 maanden controle. En dan na die is het elke tot 5 jaar, 2 keer in het jaar in controle. Kijken of het de activiteit terugkomt. Ja. Kunnen ze ook nog na de laatste behandeling bepalen dat ze nog meer chemo moeten gaan doen? Nee, ja, dan, als er dan een activiteit is in december, dan wordt het waarschijnlijk een beenmergtransplantatie of bloedtransfusie. Dat is een van de vervolgtrajecten, wat ik begreep. Dus ja, daar hoop je zeker niet op. Nee. Dat is eigenlijk gewoon, er worden al je bloedcellen, witte bloedcellen weggehaald. En dan wordt eigenlijk je harde schijf gewoon gereset met andere bloedcellen. Simpel gezegd. 2 jonge kinderen, 1 en 4 volgens mij op dit ja, moment. Ja, klopt. Hoe reageerde de voetbalwereld? Hoe gingen ze ermee om? Ja, ik kreeg heel veel berichten. Ja, iedereen, sommigen belden in het begin, sommigen belden wat later. En ja, waardeer ik wel dan dat ze gewoon wat laten weten. Sommigen stuurden alleen een hartje. Ja, dan, dat was voor mij prima, weet je. Want ik heb ook heel lang niet op berichten gereageerd. En ja, Mats kreeg dan ook veel, veel vragen zeg maar, van spelers. En die beantwoorden dan dingen. En Ali heeft dat ook voor mij gedaan. En dat was wel prettig. Dan ging het via die kant, werd het ook gewoon een beetje naar de voetbalwereld geventileerd. En dat was voor mij wel prettig, want dan hoef je niet continu dat verhaal te vertellen. Nee, maar omdat het vaak over asociale wereld wordt gesproken, de voetbalwereld keihard, hè, allemaal iedereen voor zichzelf. Dat bleek niet helemaal het geval. Nee, ik heb wel echt als een warm wereld ervaren, zeker in deze tijd. Ja. Is het wel iedereen die enorm met je meeleeft. Dus misschien wel aardig dan om jou toch wat te laten zien. We hebben ook wat mensen aan het woord gelaten die jou graag iets willen vertellen. Oké. Hoi Ralf, hier een berichtje uit Den Haag. Oermens, dat ben je. En ik hoop dat je dat ook de komende tijd zal zijn. Waarom die kreet? Toen we bij VVV werkten noemden we jou het oermens. Want jij wilde altijd spelen, altijd trainen. Liep altijd de meeste meters. En ik kan me ook nog een anekdote herinneren dat in het jaar dat we kampioen werden, jij volgens mij na een wedstrijd of 7 of 4 keer de gele kaart had gepakt. Uiteraard wegens commentaar op de leiding. En ik je toen binnenriep en zei, ja, pas nou op, dan ga je wedstrijden missen. En in die 31 wedstrijden daarna heb je 0 gele kaarten gepakt. Alles gespeeld. En volgens mij ook heel veel doelpunten dat jaar gemaakt dat we kampioen werden. Son of God wilde bij NAC spelen. Deed dat. Wilde een buitenlands avontuur. Deed dat. Wilde bij Telstar voetballen. Deed dat. Wil kankervrij worden? Gaat dat doen. Want jij bent de Son of God. Morgenavond zie ik jou op het kasteel. Kom jij bij je broer kijken. Ik hoop dat we er een mooie wedstrijd van kunnen maken. Ik wens jou en jouw mooie familie alle goeds toe. En zorg dat je snel weer de oude bent. Kom aan, makker. Bravo. Mooi toch? Ja, dat is schitterend, ja. Ja, Maurice Stijn, wat? Ja, veel gewoon voor mij betekent. Ook klaargestaan, op bezoek geweest gelijk toen ik in Nederland terugkwam. En ja, ook altijd een steun geweest, zeg maar, voor mij. Ondanks het rotte eind een beetje bij Venlo, maar daarna ook snel weer contact gehad en het goed gemaakt samen. Dus ja, die draag ik zeker een warm hart toe. Hoe kom je je dagen door op dit moment eigenlijk? Ja, veel slapen. Ik slaap vroeg en dan word ik wakker met de kids. Sta je op met de vrouw en dan in de middag slaapt die kleine van 1,5. En dan ga ik nog mee, want dan gaat het lichtje ook wel weer uit. Ja, je hebt vorige week weer een zware therapie gehad natuurlijk. Ja, vorige week. Ja, dus je kunt deze week een beetje bijkomen. En ja, dan is het de eerste dagen, dan is het eigenlijk helemaal niet fijn. Dan voel je je echt beroerd. Dan heb je een beetje, ja, ik in ieder geval, echt een heel duister gevoel van binnen. En is de wereld eigenlijk helemaal niet leuk. En dan, ja, na ongeveer 6 dagen krabbel je wel weer een beetje. Zit je wel weer een beetje op de goede weg. En dat komt ook door omdat ik witte bloedcellen moet bijspuiten na elke kuur. Om beter te herstellen, zeg maar. Ja, en dan is het ook best wel eens lastig om thuis
gewoon makkelijk te functioneren, neem ik aan, met kinderen en met je vrouw? En... Ja, soms is dat wel lastig. Zeker de eerste dagen, de eerste twee kuren weet je niet wat je mee wil maken. En dan ben ik zo van, ik ga maar door en ik blijf beneden bij de kids. En ik ga wat dingen doen met mijn vrouw. En dan was ik gewoon af en toe ook niet de leuke man, als ik eerlijk ben. En met mijn vrouw gesproken en dan word je wel eens boos op de kinderen. En nu hebben we wel daar een modus in gevonden dat ik gewoon dan wat vaker op de kamer blijf. En dat hun wat vaker uit huis gaat en dat ik in die dagen wat meer afstand neem van ze. Omdat ik anders ben ik gewoon heel prikkelbaar en dat verdienen ze niet, vind ik. Ja,